Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze gloednieuwe video waarin ik een beetje vertel over welke kleding ik meestal draag in de zomer, in de winter. Het is een soort hele andere aflevering van Frodo Reacting. Ik denk zelf wel dat ik dit een van mijn mooiste t-shirts vind, want er staat een wolf op en sowieso, ik heb hem echt al 10 jaar lang. Want ik heb hem een keer gekregen toen ik er eigenlijk nog veel te klein voor was. Toen heb ik hem altijd in mijn kast laten liggen, want ik dacht er komt een dag dat ik hem gewoon pas. En dat is eigenlijk vandaag, dus dat je wel gewoon zo'n t-shirt weer past wat je al heel lang hebt. Deze vind ik dan ook wel vet, maar ik heb net een beetje het gevoel alsof deze nog iets te groot voor mij is, dus dat ik hier nog iets voor moet groeien. Dit is dan wel echt een kleur die ik volgens mij echt bijna nooit draag. Maar als Nederland weer eens ver komt in voetbal, dan kan ik deze nog wel dragen. Deze hebben we destijds gekregen van de landmacht, wat echt 10 jaar geleden waren we op zo'n soort landmachtdag. En toen is hij gewoon van groot naar klein gegaan. En toen hebben we deze ook meegekregen. Of ik ga hem gewoon als pyjama gebruiken. Dit heb ik vorig jaar zomer nog wel gedragen in de vlogs in Normandië. Maar dan merk je ook dat deze echt al veel te klein voor mij is geworden. Dat hij echt al veel te klein is geworden. En dus die ga ik ook niet meer dragen. En dit is dan het t-shirt wat ik in de allereerste geschiedenisvlog on tour droeg. Maar die is ook al veel te klein geworden, want je moet nadenken dat dat in 2016 was. En binnenkort dat 3 jaar geleden was. Dus deze kan ook weg, al is dat natuurlijk wel jammer, want dit is een beetje een erfstuk. Er is bij mij ook echt een punt geweest dat ik echt heel erg van blouses hield en zo. En dit was er altijd één die ik echt heel leuk vond wel. Maar die is nu ook echt een stuk te klein geworden, dus die doe ik ook weg. Dit is ook echt typisch iets wat ik in talloze filmpjes heb aangehad. Maar die is ondertussen nog wel prima mijn maat. Dus die kan ik nog wel een maandje of 3 denk ik aan. Maar ik ben nu echt keihard aan het groeien afgelopen tijd. Dus eindelijk die groeispeur die ik nog moest inhalen, ben ik nu aan het inhalen. Dus dat is wel echt heel lekker. Dit is dan denk ik een van mijn simpelste t-shirts. Met alleen hier een klein vinkje. En verder gewoon donkerblauw denk ik. Ik ben echt niet goed in kleuren. En dit wordt denk ik weer mijn gymshirt voor komend jaar, want dat was het afgelopen jaar ook. Ik denk dat je wel merkt als je een beetje naar deze video kijkt dat echt het merendeel van de dingen die ik hou altijd zwart zijn. Zwart is wel echt mijn favoriete kleur qua kleding. Dus ook echt als je mij in de winter ziet, dan draag ik alleen maar 2 zwarte hoodies en 1 donkerblauwe hoodie. En in de zomer is het dus vooral zwarte t-shirts, al is dat vaak wel een stuk warmer dan witte t-shirts. Dan heb je nog deze hoodie, die jullie ook echt kunnen kennen uit talloze vlogs waar ik die aan heb gehad. Alleen deze is ook al echt veel te kort, dus deze gaat ook weg. Dan heb je nog dit t-shirt, wat natuurlijk voor mijn leeftijd ondertussen een beetje kinderachtig is. Maar dit t-shirt gebruik ik elk jaar als ik ga zwemmen. En je bent net in te koud water eigenlijk, dan doe ik dit t-shirt aan terwijl ik ga zwemmen. En dan moet je echt eens bedenken hoe fijn dat eigenlijk is als je gewoon een t-shirt aan hebt terwijl je zwemt in heel koud water. Dus dat is altijd wel echt een aanrader die ik altijd gebruik in de zomer. En daar heb ik deze dus voor, omdat het al best wel een heel oud t-shirt is. En bijvoorbeeld in de vlog Ik ben helemaal gek geworden, die ik heb opgenomen in Normandië, zwem ik ook met dit t-shirt aan. En dit hemdje hier, dat is wel grappig, dit hemdje, dit blouseje, dit droeg ik op mijn groep 8 afscheid. En dit t-shirt, dat is het meest zomerse t-shirt wat ik heb, want dit is echt heel dun is dit. Dus als het echt heel warm is, is dit het allerfijnste t-shirt. En dit is dan het meest zomerse blouseje wat ik heb, dus gewoon een blouseje met korte mouwen. En deze vind ik zelf ook wel heel leuk, dus die kan ik komende dagen ook nog wel gaan dragen. Dit vind ik dan ook altijd wel leuk, gewoon simpel een wit blouseje, omdat dat best wel bij mij past. Dus die draag ik ook altijd naar bruiloften en zo. Dus dat is wel heel grappig. En ja, deze vind ik gewoon heel leuk als ik mezelf zo zie. Maar de leukste combi met het witte blouseje vind ik dan als ik deze erover aan heb. Dus dat kan je in de meeste beginning video's draag ik ongeveer deze outfit. En deze is voor de zomer iets te warm. Maar dit is bijvoorbeeld leuk voor lente of herfst. En dit is natuurlijk mijn Legends of Gaming t-shirt. Die ik zelf wel heel erg leuk vind. Want dat programma, als het op YouTube is, dan volg ik het echt altijd. En daarom vind ik dit t-shirt ook zo leuk. En dan heb ik deze nog. Deze heb ik gekocht vorig jaar in Frankrijk, in Normandië. En ik ben normaal niet echt heel erg van de kleur rood. Maar deze vind ik mezelf niet echt heel erg slecht staan of zo. Dus deze vind ik zelf nogal leuk.
En dan heb ik nog deze. Die is voor een beetje herfst of lente ook wel leuk net. Want die is nogal vrij dun. Alleen, ja, hij heeft een beetje, hij is zo standaard. Dus heel veel mensen hebben hem. Dan heb ik nog een wipbloesje. Deze is iets wijder. Maar deze vind ik zelf wel iets leuker dan die ander. En dit is dan nog typisch zo'n vest wat ik alleen maar draag in de winter. In de winter loop ik dan in dit donkerblauwe ding echt de halve winter door. Dan heb ik nog mijn GameStop t-shirt die ik heb gekocht op het allerlaatste DDG event. En deze vind ik super leuk, want ik ben natuurlijk heel erg fan van een GameStop. Daarom ook dat ik de diss track heb gemaakt en ook super trots was toen hij daarop ging reageren. Dus dat is echt super leuk. Heb ik hier nou... Nee, ik heb hier geen blond plukje meer. Ik dacht heel even dat ik hier nog een deel blond had van toen ik mijn haar helemaal zo blond had. Maar dat is er nu allemaal uit. Laat even in de reacties achter of ik dat nog een keer moet doen. En heb je deze nog? Deze is ook lekker dun. Dus die kan je ook lekker dragen in herfst of lente of zo. Of gewoon onder een vest aan in de winter. Dan is dit echt nog een van de enige stukken kleding waar een merk op zit bij mij. Want ik geef echt niks om merk. Maar deze heb ik toen bij kerst een keer gekregen. En dat is zo'n super dry trui. En dit vest hoort dan nog bij deze trui ook. Maar deze kan je alleen echt in de winter dragen, want deze is echt heel heet. Zo, en hier ligt dan alles wat ik wel ga houden. En nu lijkt het echt alsof ik altijd bezig ben met kleding, maar dat is dus echt totaal... Vaak loop ik er gewoon de hele zomer zo bij. Maar ja, ik heb wel best wel wat kleding, maar ik draag gewoon niet altijd alles evenveel. En nu denk ik wel weer van een paar dingen van die heb ik eigenlijk... Dat afgelopen jaar gewoon niet gedragen of zo. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Frodo Reageert. En ik hoop jullie allemaal weer volgende week te zien bij een gloednieuwe aflevering. Tot later.